video krijg je meer informatie over hoe je verschillende vensters open kan zetten op één scherm en welke sneltoetsen je hiervoor kan gebruiken. Dit kan handig zijn als je ergens werkt waar er geen tweede scherm beschikbaar is. Ook als je wel een tweede scherm hebt, kan het handig zijn om twee vensters op één scherm open te zetten. Bijvoorbeeld om bestanden snel van de ene naar de andere map te slepen. In dit voorbeeld zie je hoe je vanuit je browser twee vensters op één scherm kan zetten. Klik in je browser op een stukje van de balk bovenaan waar er niks staat, dus ook geen tabblad. Hou je muis ingedrukt en sleep het venster volledig naar links of naar rechts. Als je met je cursor tegen de rand van het scherm komt, zie je een grijze lijn verschijnen in het midden van je scherm. Als je nu de cursor loslaat, staat het venster dat je versleept hebt automatisch in de linkerhelft van je scherm. In de andere helft staan andere programma's of vensters die al openstaan op je laptop. Je kan er hier één uit selecteren die je graag op de rechterhelft ziet. Wil je hier niks uit selecteren, klik je gewoon ergens op je linkervenster. Handiger nog dan je venster te verslepen, is de toetsenbordcombinatie Windows-toets plus pijltje links of rechts. Selecteer het venster dat je van plaats wil veranderen, houd de Windows-toets ingedrukt en duw op het pijltje links of rechts om het venster van plaats te veranderen. Zo zet je automatisch je venster aan de linker of de rechterkant van je scherm. In dit voorbeeld zie je een spreadsheet met planning die ik graag naast mijn agenda zal leggen. De spreadsheet staat nu al aan de rechterkant van mijn scherm. Om mijn agenda links te krijgen, maak ik het tabblad eerst los van de andere tabbladen. Dit doe je door erop te klikken en het te verslepen. Als je het helemaal naar links sleept, zoals het andere venster daarnet, dan zie je weer die grijze lijn. Als je de cursor loslaat, staat het venster met de agenda mooi in de linkerhelft. Je kan dit uiteraard met elk tabblad doen. Wil je de twee vensters terug samenvoegen, dan klik je op het tabblad van de agenda en sleep je het terug tussen de andere tabbladen. Als je klikt op maximaliseren, vult het venster je scherm weer. Door met verschillende vensters te werken, kan je ook makkelijk bepaalde bestanden van je harde schijf snel naar je Google Drive slepen. Zet hiervoor een map van je harde schijf aan de ene kant, op dezelfde manier zoals je het daar juist gedaan hebt, en je browser met Google Drive aan de andere kant. Nu kan je gewoon bestanden selecteren en slepen terwijl je beide mappen blijft zien. Stel dat je van de ene Google Drive map bestanden naar verschillende andere Google Drive mappen moet zetten, kan je ook gewoon tweemaal Google Drive openen en één in het venster links en de andere versie in het venster rechts zetten. Zo kan je makkelijk bepaalde bestanden snel slepen van de ene map naar de andere map. Naast de toetsenbordcombinatie Windows-toets, pijltje links of rechts, heb je ook de combinatie Alt-Tab. Hou Alt ingeduwd en nu eenmaal op Tab. Nu zie je alle vensters en programma's die openstaan op je laptop. Je ziet welk venster geselecteerd is door het kadertje rond. Blijf de Alt-toets ingeduwd houden en duw enkele keren op de Tab-toets om van venster naar venster te springen. Laat beide toetsen los om het geselecteerde venster te openen. Gebruik dit in combinatie met Windows pijltje en verplaats vensters in recordtempo. Je kan ook op één scherm een presentatie geven en je collega's blijven zien in Google Meet. Presenteer daarvoor het tabblad met je presentatie in Google Meet. Sleep het tabblad met je presentatie los van de andere tabbladen. Zo heb je een venster met je presentatie en een venster met je Meet. Je kan deze dan ook weer naast elkaar zetten. Klik in de Meet op het pinnetje om de presentatie voor jou kleiner te zetten. Zo zie je meer collega's. Nu kan je de presentatie starten en heb je de presentatie links en de Meet rechts. Zie je graag de presentatie iets groter, dan kan je met je cursor in het midden van het scherm gaan staan en het venster groter of kleiner maken. Zie je graag de sprekersnotities, dan kan je het venster met de sprekersnotities naar je linker onderhoek slepen. Zo neemt die 1/4 van je scherm in. Zet de presentatie dan naar je linker bovenhoek. Zo kan je presenteren en je collega's blijven zien op één scherm.